Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Naast mijn onuitputtelijke liefde voor beauty heb ik ook een enorm groot hart voor schoenen en handtassen. Nu, mijn handtascollectie, die hebben jullie al gezien. Die zal ik hierboven linken, dan kan je er ook eens naar gaan kijken. Maar dus mijn andere passie zijn schoenen en schoenen al van jongs af aan. Dat is niet iets dat gaandeweg gegroeid is. Er is mij zelfs verteld, ik kan me dat niet meer zelf herinneren, maar het is mij wel verteld dat ik blijkbaar al als heel jong meisje zot was van schoenen. En dat ik zo van die zwarte lakeeschoentjes had gekregen voor een of andere gelegenheid. En dat ik die gewoon niet wilde uitdoen, dat ik daar zelfs mee ben gaan slapen. Toen al een beetje crazy in de coconut. Maar in elk geval, de liefde voor schoenen is alleen maar groter en groter geworden. En intussen heb ik een hele mooie collectie opgebouwd. Ik ben niet de persoon die elk seizoen enorme aantallen schoenen koopt. Ik zal misschien 1 of 2 paar schoenen kopen. En dan die schoenen net heel lang dragen. Ik probeer mijn schoenen ook goed te verzorgen. Dus dat wil zeggen, regelmatig insmeren en spray beschermen. En ook wanneer het nodig is om de zooltjes te vervangen door ze naar de schoenmaker te brengen. Zodat ze eigenlijk een optimale conditie blijven. Nu, omdat we op dit moment midden in de winter zitten, ga ik beginnen met winterschoenen. In het bijzonder met 1 specifieke categorie van schoenen en dat zijn enkelaarsjes. Ik denk dat ik enkelaarsjes het meest veelzijdige schoeisel vind, alleszins in het klimaat waar dat wij leven, omdat ik ze zowel in de lente als in de herfst, als in de winter en zelfs soms in de zomer kan dragen. Het is gewoon ja, gemakkelijk, het past onder broeken, het past onder kleedjes. Je hoeft er niet te veel bij na te denken en ze zijn meestal heel mooi afgesneden, zodat ze niet te lomp overkomen. Je kan ook wat stoerder gaan, je kan wat vrouwelijker gaan. Ik heb platte enkelaarsjes en enkelaarsjes met hak. Dus voor ieder wat wils. Ik ga beginnen met mijn oudste paar enkelaarsjes en dat is dit zwarte paar. De meeste enkelaarsjes die ik heb zijn ook zwart. Het is gewoon het gemakkelijkste, vind ik zelf, voor qua combinatie, zeker in de winter. Ik kocht deze jaren geleden bij La Bottega. Ze zijn van het merk Ciao Ragazzi. Ze zijn heel simpel, maar ze hebben wel een aantal gouden accenten. En ook met die ritsjes maakt het toch wel interessanter. En ook details met wat stiksels. Dus hoewel het een heel simpel model is, gewoon een ronde tip en een heel lage, eigenlijk een platte hak, maken die details het net wat leuker. Een jaar later kocht ik een nieuw paar enkelaarsjes. Surprise, surprise. Weer zwarte enkelaarsjes met een lagere hak. Ietsje hoger dan de vorige, maar toch nog altijd vrij laag. Deze zijn van het merk Janet & Janet. Zo had hetzelfde model, maar een ietsje spitser punt en een ietsje hogere hak. Vanachter van die lederen frulletjes. En wat ik hier tof aan vind, is dat eigenlijk de rits achter het flapje verscholen zit. Dus als je de rits optrekt en het knopje toedoet. Voilà, dan zie je er niks meer van. Ook dit paar laarsjes, zeer, zeer comfortabel en fijn om te dragen. Als je mijn kanaal al wat langer volgt, dan heb je misschien dit paar enkele laarsjes wel al zien voorbij komen. Dit is van Royal Republic. Die kocht ik afgelopen zomer tijdens de solde. Misschien een beetje raar om winterschoenen in de solde te kopen in de zomer. Maar ja, ik zag ze staan en ze waren een goede korting. Dus ik weet zeker dat ik enkelaarsjes veel draag. Vandaar dat het voor mij wel een goede koop was. Ook deze weer een heel een simpel model. Geen ritsen, alleen maar van achter een elastiek. Dus dat maakt wel dat je voet er zo in moet steken. De punt is ook wat spitser en een beetje afgetopt. En voor de rest 1 accentje in het leder. En ook van achter een heel stukje. Maar heel erg simpele schoenen. Ze zijn dus in dezelfde stijl als mijn andere enkelaarsjes. Comfortabel en gemakkelijk om te dragen. Het is denk ik 1 jaar of 2 geleden dat de Chloe Susanna boots enorme furore maakte. En ook Givenchy heeft de boots met studs. Sindsdien zie je overal van die laarsjes aan meer democratische prijzen. Nu, ik vond dat zeker tof, maar ik wou er niet zoveel geld aan uitgeven. Ik ben uiteindelijk gesetteld voor deze van Pertini. In tegenstelling tot mijn zwarte enkelaarsjes ben ik deze keer voor een blush nude kleur gegaan. Met zowat cowboy details op het leder en met veel stut. Met zo dat typische cowboy hakje erbij. En natuurlijk ook een hele spitse punt. Ik ga niet zeggen dat dit lentelaarsjes zijn, want ik draag ze ook gewoon in de winter. Maar natuurlijk kijk ik wel met wat ik deze combineer. Het moet een beetje gaan ook. Maar soms vind ik dat wel tof om een lichter accent aan de schoenen te zetten. Een beetje dezelfde stijl, maar dan met een hogere hak. Het zijn deze laarsjes. Die zijn wel ietsje donkerder, een beetje een taupe kleur. Deze zijn ook van Janet & Janet. Ik denk dat ik ze ergens in een uitverkoop heb gekocht. Alleszins niet aan volle prijs. Met een hogere, maar toch wel comfortabele hak. Ook weer heel veel studs. Helaas zijn een paar van die studs er wel al afgevallen door wrijving. Maar de meeste zitten er nog netjes op. Het is ook super zacht leder.
Ook deze fijn om te dragen en best comfortabel, ook al hebben ze een hoge hak. En deze draag ik zowel onder een jeans als onder een kleedje. Mijn laatste paar enkelaarsjes zijn deze van Paris Londres, het huismerk. Ze zijn metallic. Ik vond de kleur en het leder zeer mooi. Ze hebben ook een hogere hak, maar nog altijd comfortabel. Een meer ovale punt deze. En ook hier de binnenkant, het ritje, gemakkelijk om aan te doen. Het enige nadeel is dat het leder vrij delicaat is. En dat je bijvoorbeeld hier aan de binnenkant kan zien dat ik, dat ik het leder toch wat beschadigd heb. Dat is gewoon het type leder. Ik vrees dat ik daar niet veel aan kan doen. Ja, omdat dat zo van dat metaliek is. En als ik ergens tegenloop, dan beschadigt het gewoon veel sneller. Niettemin, hele fijne laarsjes. De volgende categorie, en nog steeds midden in de winter, dat zijn mijn laarzen. Ik heb verschillende types laarzen, maar ik had niet verwacht dat er zoveel zouden zijn. Ik heb ze allemaal samen hier uitgestald, hier langs mij. Dus we gaan gewoon beginnen. We geraken er wel. Dit paar laarzen komt net tot onder de knie. Zwart glad leder met een accentje op de hak en de zool. Die zowat van dat donkerrood zijn. Deze doe je gemakkelijk aan omdat er langs de binnenzijde een rits is. Ik kocht deze laarzen bij Mondaar. Ik denk dat dit van hun eigen merk is. Of alleszins, ze hebben zowat schoenen die dat zo hun eigen naam gegeven hebben. Een stevige blokhak, vrij hoog, maar ik heb wel graag hoge hakken. En zeker ook in laarzen vind ik dat zeer elegant. Dus ja, dit is een van mijn favoriete paren. Ook deze zijn zwart leder. Met een vrij hoge hak. Iets minder blokhak als die van daarnet. En met zo'n metalen accent. Deze moet je gewoon zo aantrekken. Geen rits te zien. Maar dat ging eigenlijk wel vrij gemakkelijk. Kom ook tot net onder de knie. Ook bij deze geen rits te bespeuren. Dit zijn blauwe laarzen. Of donkerblauwe laarzen moet ik eigenlijk zeggen. Ook tot net onder de knie. Van Janet & Janet. Die hebben een stevige blokhak en ook deze zo wat accentjes rond de hiel en de enkel. Om het wat mooier te maken. Met een mooie ronde punt. Deze draag ik super graag. Die waren hun prijs absoluut meer dan waard. Die heb ik al volgens mij meer dan 5 jaar. Nog altijd in topconditie. Uiteraard heb ik ze wel gedragen en is het leder een beetje zachter geworden en wat meer naar mijn been gevormd. Maar voor de rest is daar echt nada aan te zien. Het enige wat ik heb moeten doen was de zool nog eens laten plakken. Want na verloop van tijd, ja, dan verzuurt de lijm en komt dat eigenlijk los. Maar buiten dat heb ik er geen herstellingen of zo aan moeten doen. Dus echt wel fantastische laarzen. Janet & Janet is wel een merk dat ik graag heb. Het is niet elk seizoen mijn goesting, maar regelmatig zie ik toch wel paren schoenen of laarzen waarvan ik zeg van ja, dat is wel echt iets voor mij. Deze zijn ook zwart leder tot net onder de knie, maar met een veel lagere hak dan al die andere laarzen die ik net heb laten zien. Ze zijn iets comfortabeler. En hier loopt de rits volledig door van boven naar onder, dus super gemakkelijk om aan te doen. Het zijn niet mijn meest mooie laarzen, vind ik zelf, maar ze zijn wel heel erg comfortabel. Als ik een ganse dag de deur uit moet, weet ik zeker dat ik hier gemakkelijk mee rond ga. In de winter draag ik ook graag Uggs. Nu, sommigen zeggen dat ze ugly zijn en ik kan niet zeggen dat ze de allermooiste schoenen zijn ever, maar ze zijn vooral heel erg warm en comfortabel. Dat is ook de reden waarom dat ik ze koop. Dit is een donkerblauw paar. Heel erg simpel. Eigenlijk is dat zo een meest easy model. Die hebben ook al wel wat afgezien, merk ik. Ietsje hoger dan de enkel, maar niet zo hoog als bijvoorbeeld de kuit of onder de knie. Zeker niet mijn meest fashionable paar schoenen, maar wel super comfortabel. Dit paar Uggs scoorde ik bij Maasmechelen Village. Dus toen dat de Uggwinkel daar voor het eerst opende. Deze zijn ietsje smaller, ietsje fijner dan die andere. Ze zitten ook wat hoger en omdat ze wat smaller zijn, hebben ze van achter een rits. Dus die kan je gewoon optrekken. Maakt het natuurlijk ietsje, meer elegant, zal ik maar zeggen. In hoeverre dat Uggs elegant kunnen zijn. Maar alleszins minder baggy. En ook deze heb ik al zeer veel aangehad. Ik vind de kleur ook super mooi. Past ook wel bij heel wat outfits. Dit was mijn allereerste paar Uggs. Ik weet nog dat ik deze gekocht heb toen dat ik een keer in de sneeuw ben uitgegleden. En dat ik dacht van, godverdikke, nu wil ik wel even stevige en warme laarzen. Allee, laarzen. Zo van die Ugg-sloefen. Dus die ben ik toen gaan kopen. Ze zijn wat specialer dan de standaardmodellen, omdat ze natuurlijk die accentjes hier hebben. En ze hebben ook een hele stevige zool. Deze heb ik met heel veel plezier gedragen. Ook deze, zie je wel, ze zijn al een beetje versleten. Volgens mij heb ik ze langer dan 5 jaar. Dus ze blijven wel redelijk lang goed. Nog altijd even warm en comfortabel.
Dus ik ga ze zeker nog niet wegdoen. Ik kan ze nog gerust een paar jaar langer dragen. Mijn twee laatste paren zijn sweatlaarzen. Die heb je normaal gezien al in een haul gezien. Sweat over the knee boots zijn de laatste jaren heel erg hip. Maar ik ben pas in de winter van 2017, 2018 voor de trend gevallen. En pas toen ik zag dat het niet echt gewoon een trend was, maar een eerder klassiek model dat ook al jarenlang teruggaat, maar gewoon regelmatig een keer de kop opsteekt, had ik zoiets van, ja, ik kan dat wel dragen. Mijn eerste paar is van Guess. Heel simpel, zwart suede, maar Guess kennende een hele, hele hoge en ferme hak. Met mooie accenten op de hak geeft het toch wel wat specialer. Het is een hele hoge hak, maar er zit ook een zooltje in de schoen, dus je wint wel wat centimeters. Dus niet zo hoog als dat het eruit ziet. Zeer comfortabel, fijn om te dragen. Er is langs de binnenzijde een rits die dat je half kan opendoen. Dus dan kan je gemakkelijk je been erin schuiven, toedoen en dan de rest verder optrekken. En omdat ik zo content was van dat eerste paar over de knee boots, ben ik ook voor een tweede paar gegaan in grijs suede. Deze hebben van boven zo'n touwtje dat je kan aantrekken. Je moet er niet te veel van verwachten. Heel veel geeft dat niet. Maar je kan ze wel een beetje spannender maken. Ook hier een fijne hoge hak, blokhak. Wel heel comfortabel. En ook deze hebben langs de binnenzijde zo'n rits die dat gemakkelijker maakt om zo'n hoge laars aan te trekken. Voor mij zijn van die over-the-knee boots bij uitstek te paren met een rok of een kleedje. Omdat je dan ook in de winter een korter kleedje kan aandoen boven de knie. Maar dan komen deze er toch bijna tegen. Dus ja, dan maakt het net wat warmer dan blote benen. De volgende categorie draag ik misschien niet zo heel vaak, omdat het weer niet altijd toelaat, maar het is wel mijn favoriete categorie. En dat zijn de hoge hakken. Dus pumps, sandalen, alles met hoge, hoge hakken. Ik ben geen voorstander van de kitten heel. Dus ofwel ga ik voor een hele lage hak, gelijk die enkellaarsjes, ofwel ga ik voor een hele hoge hak. Tussenin, daar doe ik meestal niet aan mee. Dit paar pumps is al zeer oud en heb ik ook al zeer vaak gedragen. Het is zo een donker blush roze kleur. Het is van het merk Sea by Cinella. Ik heb geen idee, ik heb die ooit eens aan zee gekocht. Een redelijk hoge hak, maar ook hier weer een hogere zool, zodat de hakhoogte een beetje geneutraliseerd wordt. Ik ga het misschien niet geloven met die hakhoogte, maar toch zeer, zeer comfortabel. Is heel goed gevormd naar de voet, vind ik. En ik heb ze nu toch ook al enkele jaren. Ik heb ze zeer, zeer vaak gedragen. Ik zie het ook wel overal. Het begint serieus te verslijten. Ik kan ze nog even dragen, volgens mij. Waarschijnlijk ga ik er dan ooit eens afscheid van moeten nemen. Dit paar pumps is van Guess. Ook hier weer een superhoge hak, maar weer een verborgen zool. Geen zorgen. Mooi zwart paar pumps, vrij neutraal. Maar natuurlijk wel opvallend omdat het zo'n hoge hak is. Draag ik daarom niet echt om bijvoorbeeld naar het werk te gaan of zo. Dit is echt wel een party shoe. Dit paar sandalen vind ik nog altijd super mooi. Ze zijn van Giege of Giege. Geen idee hoe dat ik het moet uitspreken. Trokken mij onmiddellijk aan een mooie blokhak, redelijk hoog. Met van die strapjes die rond de enkels gaan. Een blush nude middenstuk en rosé gouden straps rond de tenen. Dus voor mij was dit paar echt wel de vondst. En langs de drie verschillende kleuren vind ik ze toch nog vrij neutraal. En vind ik ze heel goed passen bij heel veel verschillende outfits. Ik heb ze ook al op het werk gedragen. Dus met die gemakkelijke blokhak kan je toch wel heel erg veel stappen. Ook al is het een hoge hak. Mijn favoriete Italiaanse merk komt weer langs. Janet & Janet. Dit paar sandaaltjes is ook al vrij oud. Weer dat blush nude met metallic accentjes. Een mooie T-strap sandaal met een peeptoe en een gemakkelijke blokhak. Dit paar sandaaltjes vind ik heel speciaal. Mooi suede met een peeptoe, maar ook met heel wat meer stof aan de enkels. Dus je zit heel goed vastgestrapt. Een iets lager hak, maar toch nog redelijk hoog. Met mooie details. Ik zie overal hartjes. Het is van Twinset. Ik heb ze in de solde gekocht. Toen waren ze een hele mooie korting te krijgen. En ik heb mijn slag geslaan. En ook dit paar schoenen van Morobe kocht ik in de solde. Ik werd instant verliefd. Ze zijn een beetje too much. Maar net daarom, het is er zo wat over. Maar daarom in één keer net wel weer heel erg goed. Heel veel verschillende printjes. Ze zitten enorm comfortabel. Hebben net zoals die van Twinset de rits aan de achterzijde. En ook deze heb ik gekocht in de solde. Want aan volle prijs zou ik ze liever niet willen kopen. Morobe is niet zo goedkoop. Is Belgisch, als ik mij niet vergis, maar ze mogen hun prijzen toch wel een beetje laten zakken. Maar in de solde waren ze ineens heel wat aangenamer. En ja, ik vond die gewoon zo geweldig. Allee, het is echt over de top, ik weet het, maar
I love them. Dit paar heb je zeker en vast al eens in mijn vlogs zien voorbij komen. Een gouden pump met pieptoe van Prada. Die draag ik zeer vaak als we ergens naartoe moeten met kerstmis, oudjaar, nieuwjaar. Ja, super mooi paar. Oh, ik draag die heel erg graag. Ik draag graag Prada schoenen. Ze zitten vrij comfortabel voor zo'n hoog hak te zijn natuurlijk. Ook mijn volgend paar is een mooi pastel roze paar pumps van Prada. Met een spitse punt en een hoge hak. Weer zo dat laké. Ik vind dat super mooi. Geeft zo net wat feestelijkers. Deze zijn echt heel erg hoog. Maar alweer, ik doe ze meestal alleen aan als ik zo ergens naartoe moet, feestje of verjaardag of weet ik veel wat. Ik heb ze een jaar of twee geleden denk ik voor mijn verjaardag gekregen. En ja, het is een verjaardagscadeautje waar ik zeer zeer content mee ben. En weer een paar laké pumps van Prada. Een ietsje lagere hak deze keer en met een afgeronde tip. Deze zijn heel speciaal voor mij omdat het mijn trouwschoenen waren. Ik wilde een mooi paar pumps dat klassiek was. Ik heb hier heel de dag met heel veel trots en liefde op gelopen. En ook nu nog draag ik ze altijd graag. Het is zo een beetje een klassiek paar pumps dat je overal kan dragen, zelfs op het werk. En dat laké maakt het dan net ietsje anders dan anders. Mijn laatste categorie zijn platte schoentjes. En daarmee bedoel ik vooral platte sandaaltjes en ballerinaatjes. Dingen die echt wel alleen in de lente en de zomer naar buiten komen. Ik heb een aantal zwarte ballerina's. Het eerste paar is deze. Zeer simpel, zeer eenvoudig. Het enige frulleke is het strikje hiervan voor. Ik had een nieuw paar nodig. En het enige wat ik op dat moment kon vinden was dit. Dat is van Pomme d'Or. Die kocht ik in Antwerpen bij Monard. Ik vind dat gewoon gemakkelijk. Dat past onder jeans, dat past onder een kleedje. Zelfs met een kousenbroek als nodig is in de herfst bijvoorbeeld. Maar dus ja, compleet gemakkelijke, volledig lederen ballerina's. Heel simpel, maar wel elegant en comfortabel. Mijn volgende paar is eveneens zwart, maar ietsje speelser. En dat zijn deze van Marc by Marc Jacobs. Dat zijn die muisjes. Je ziet de mensen wel echt naar je schoenen kijken. Het valt ook op. Het zijn twee oogjes, twee oortjes en snorhaartjes. Voor de rest volledig van leder en vanachter met zo'n elastiek. Wel comfortabel en ook kwalitatief. Het leder heeft zich tot nu toe zeer mooi staande gehouden. Ik kocht deze jaren geleden bij La Bottega, maar volgens mij verkopen ze dit merk niet meer daar. Dus geen idee of het model zelf nog te koop is. Ik weet dat er een tijd geweest is dat die muisjes super hip waren. En ja, ik heb ze dan gekocht, want ze waren ook verkrijgbaar in neon kleurtjes en met studs. Ik ben gewoon gegaan voor het meeste klassieke paar, maar dan met die muisjes twist. Mijn volgende zwarte paar zijn geen ballerina's, maar eigenlijk loafers. Met zo van dat ponyhaar. Het is niet echt ponyhaar, maar het wordt zo genoemd. Zeer comfortabel. Ik heb ze ook al heel erg veel aangedaan. Ik heb ze meegepakt op reis naar New York, op reis naar Londen. Dus ja, ze zijn echt wel... Je zet je voet daarin en dat is gelijk een slof, maar een slof die je uit huis mag dragen. Ja, een van mijn beste aankopen. Omdat ik al zoveel zwarte ballerina's had, wilde ik wel eens iets anders. En in de outlet kocht ik deze roze ballerina's van Prada. Alweer heel simpel, van achter met een elastiekje, met een plat zooltje en van voor twee strikjes als frulletjes en met de Prada bewoordingen erbovenop. Het is het type roze dat ik zeer graag draag. Je ziet het wel. Schoenen en trui matcht. Ook op mijn nagels draag ik deze kleur heel erg graag. Dus ja, voor mij was dit wel een zeer zinvolle aankoop. In het voorjaar van 2017 ging ik met Timo naar Londen. En daar kocht ik dit paar loafers. Ook super comfortabel, maar dus metallic. Geperforeerd, dus echt wel een zomerschoen, maar zeer fijn om te dragen. Ik vind het ook heel erg mooi om dit soort metallic schoenen te dragen. Ik vind het toch een soort van neutrale kleur. Geeft een bepaalde frisheid aan de look, maar zal nooit overheersen. Ik heb ook iets meer opvallende loafers. Een soort van animal print in stof. Deze zijn van Pretty Loafers, het zusje van de Pretty Ballerinas. Ik moet wel zeggen, ze zijn niet super, super comfortabel. Ik heb al heel veel moeite moeten doen om ze in te lopen. En nu gaat het wel, maar als ik ze te lang draag, dan krijg ik helaas blaren. Dus ja, dat is wat minder goed nieuws. En dit paar is misschien ook niet voor iedereen, maar ik vind ze wel geweldig. Alweer een animal print. Een soort van ballerina slash loafer. Deze draag ik heel erg graag. Die zijn van Rêve d'un jour. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik zag ze staan. Het was aan de solde. Het was een van de laatste paren. En ik dacht, oh my god, roze loafers. Geweldig. Ja, het valt heel erg op. Deze moet je echt wel combineren met een eerder neutrale outfit.
Maar ik vind ze super, super tof om te dragen. Deze zijn je vast en zeker ook niet onbekend. Het zijn de Adidas Superstar. De witte met de roze-gouden streepjes. Ik had eerst die witte met de roze-gouden tip op het oog, maar die waren super snel uitverkocht. En eigenlijk ben ik wel blij, want het jaar nadien kwamen deze met de streepjes uit. En ik vind deze eigenlijk nog net ietsje mooier, ietsje neutraler. Ik denk dat ik ze langer kan dragen dan die met de roze-gouden tip. Maar ik vind dat wel tof voor in de zomer met zo'n heel kort sokje erin. En lekker, ja, casual, maar toch nog fris. En dan komen we bij mijn platte sandaaltjes. En dit zijn eerder, ja, instekertjes, muiltjes met gevlochten leder. Ook deze kocht ik bij Monaar in Antwerpen. En deze zitten goed rond, rond de voet, zodat je er niet te snel uit gaat slippen. Gemakkelijk voor in de zomer en ook wel heel erg mooi en elegant. Niet te sportief, maar nog mooi gekleed. Het jaar dat ik die mooie Kieke sandaaltjes kocht, die met de drie kleurtjes, zag ik ook deze in de etalage. Maar eerlijk gezegd, ik vond ze toen echt wel veel te duur. Dus ik heb eerst die gewone sandalen gekocht en dan heb ik echt gewacht. Speciaal gewacht tot de solde. En toen waren deze inderdaad in solde in mijn maat. Ik vind ze super tof omdat ze heel erg veel bling bling hebben. Uiteraard zijn ze ook roze en met metallic accenten. Ze zijn heel comfortabel en ik draag ze heel erg graag. En dat ik van bling hou, dat zal geen verrassing zijn. Want ook het volgende paar sandaaltjes is deze van Tosca Blue. Is met pareltjes embellished en kleine steentjes. Dus volledig in het goud. Echt wel zo'n T-strap sandaal. Dus ideaal als het lekker warm weer is. Dat je niet te veel rond je voeten hebt. Maar gewoon ja, een mooi accentje. En voor de rest heel comfortabel. En op het moment dat ik die T-strap sandaaltjes kocht, kocht ik van Tosca Blue eveneens deze sandaaltjes. Die hebben alleen zo een stukje leder over de teen. En dan zo een strap rond de enkel. Ook hier lekker veel bling om je mee te verblinden. Maar ik vind dat echt wel tof in de zomer. En zeker als je dan zo een hele lange rok aan hebt. Terwijl je stapt, komt dan dit accent naar boven. Ja, ik vind dat wel schoon om te zien. Amai, wat een hels karweitje. Maar het is gelukt. Ik heb jullie net mijn volledige schoenencollectie laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. In elk geval, ik heb er veel plezier aan gehad om dit te maken. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie heel graag de volgende keer terug. Dag!